Hey, aangenaam. Ik ben Nadia. Hoe bedoel je? Oh nee, ik ben gewoon hier geboren. Enfin, in Luik. Mijn ouders? Ja, mijn vader is Algerijns, ja. Arabisch. Hoe bedoelt je? Ik zie er niet zo uit. Kan ik dat wel zeggen? Dat is toch niet zo? Maar dat is toch een compliment? Jij bent een van de goeie. Oké. Dank u. Op dit moment in België heeft 1 op de 5 mensen een buitenlandse achtergrond. En ja, ik heb het opgezocht. Zo slim ben ik. Met een van de goeie wil ik boeiende gesprekken voeren met andere mensen die zoals ik tussen 2 culturen zijn opgegroeid. Als je veel op het internet ziet, ken ik Gladys Ferro sowieso van ergens. Ze kan schrijven, fotograferen en ze doet de beste make-up in het land. Een echte creatief multitalent met Italiaanse, Aziatische en Rwandese roots. Allee, zal wel een van de goeie zijn, hè? Papijzen. Ze. Lol. Wat doet dat bij u als je dat zo hoort? Een van de goeie? Ik vond de intro gewoon al heel flatterend. Die een van de goeie niet zo van... Oké. Okay. One of those. Heb je dat veel moeten horen in je leven? Goh, eigenlijk niet superveel. Mijn vader heeft dat heel veel moeten horen. En ik merkte wel, growing up, in white spaces, dat dat wel zo was van... Ah ja, maar hij is een goeie, zo, hè, dit en dat. Zo, bij mij was dat zo wat minder, gewoon omdat ik al zo doorgemixt ben, dat ik zo bij veel dingen zo stay quite under the radar of yeah. Zo. Maar ja, het is zeker geen compliment of zo, als nee. Ik zeggen. Maar jij bent dus een mix van alles. Heel dubbel, triple, quadruple mixed. Ja, echt zo. Ik ben hetgeen waar Vlaams Belang heel veel schrik van heeft of zo. De toekomst van de wereld. Yes. En hoe was jouw ervaring om dan als mixed persoon of als mixed meisje op te groeien? Ja, dat was wel moeilijker to find your place, mm-hmm. Soort van. Ik was wel heel vaak under the radar, omdat ik zo doorgemixt ben. En de doorsnee witte Vlaming is nog niet heel vaak in contact gekomen met echt heel veel mixed people of mixed cultures. Dus Dat is heel vaak zo van... There's black people, er zijn Marokkanen en there's white people, basically. En alle Asian people zijn ook allemaal Chinezen. En voor de rest hebben ze niet echt veel nuance of zo over wat er allemaal out there is. Dus ik was heel vaak gewoon zo wat under the radar. Maar als ik dan bijvoorbeeld maandag ergens was met mijn vader, who is mixed but perceived as a black person, dan deden mensen misschien A of B acties. En als ik dan op dezelfde plek kwam 2 dagen later met mijn moeder, dan waren ze plots wel vriendelijk. Of werden we wel aangesproken. Of werden we wel geholpen. Of... Ja. Want dus met je vader word je dan beschouwd als kindje van kleur met een zwarte vader. Ja, dan was het in één keer zo de link van... Ah ja, but wait, daarom heeft zij krullen. Juist. Ah, daarom is zij een donker typeke. Ah, oké, we get it. Terwijl, ja... Mijn achternaam is Ferro, het is Italiaan. Mijn moeder is super, super wit en blond. Dus dan denk ik dat iedereen er zo soort een beetje van uitging van... Ah ja, where did the curls come from? Yeah. En het zou wel een Mediterraanse vader zijn of whatever, maar... Dan zo, no, he's black. So, in your face, black. En als je dan... Ja, je wordt dan ouder en je bent aan het puberen en je bent finding your place in the world en internet culture was just coming up en ja, op zoek naar je eigen representatie, dan... ging ik wel vaak in de clinch met mensen, omdat ik zoiets heb van... Maar jullie zijn racist. Jullie doen racist shit. En jullie beseffen dat niet. Is dat internalized? Is dat aangeleerd? En dan hebben die zoiets van... Nee, maar wij zijn geen racisten. Maar wij zijn geen racist. Jawel, want ik kom ergens met mijn vader en je begint in het Engels tegen hem. Want je gaat ervan uit dat hij geen Nederlands kan. Ja. Dus you're being hella racist. En het feit dat ik dan met 7 Engelse woorden in elke zin praat, is probably also not helping. I'm aware. Maar ja... Ja, dat is wel zo'n ding. Ja. En waren je ouders daar ook van bewust? En hebben ze dan een bepaalde strategie aangepakt voor jullie opvoeding? Of? Mijn ouders waren heel hard. Ik denk dat veel kinderen van first gen kunnen relaten. Maar mijn ouders waren vooral in survival-modus. Ja. En ik heb als puber ook heel veel geclashed met mijn witte moeder dan. Omdat... Ik was met dingen bezig waar zij als witte vrouw nooit mee heeft moeten... Over heeft moeten nadenken of mee bezig heeft moeten zijn. Want ja, mijn moeder is zo super, zoals dat hoort. Proper, quiet, white lady. Very 9-to-5. Ik ben de creatieve duizendpoot. Dus dat is al zo die eerste clash van... Oké,
ik doe alles zo en mijn kind doet alles. Ja, ja. Zo, dus dat was al een clash. En dan, oké, internet culture kwam dan op. En dan... Mijn moeder is ook altijd heel, heel bang geweest van de buitenwereld of zo. En heel overbeschermend in a way, maar vanuit een angst. Dus die had dan echt zoiets van, wat zit jij altijd op dat internet te doen? En zit jij van die loesje chatrooms? En wat de fuck zit jij aan het doen? Terwijl ik had een blogspotje met 7 lezers. En ik had zo een MySpace. En ik had zo een glittertekst erop gezet. Want we waren allemaal de HTML aan het veranderen. En we dachten dat we echt zwaar hackers waren. Whatever. Good times. En zo van, oh, welk nummer ga ik vandaag op mijn MySpace zetten? Zo met dat was ik bezig. Dus ja, en dan ook zo uzelf en een representatie. Want waar zag je de racially ambiguous mixed girl? Ja, je zag ze in hip-hop video's. En dan was hij echt van, oh my god. That's where I belong. Yeah. Daar moet ik zijn. En dan word je ook weer ouder. En dan you start dating. En dan is het van, oké, exotisme, tokenisme. Zo van, oké, maar wacht, wacht. Dus I'm the acceptable mixed girl. Want je bent closer to a white standard. En dan is het zoiets van... Ja, dus ik was er zo heel vrij jong al heel hard mee bezig. Met wat ik miste. En in mijn culture, wat ik aan het consumen was. En ja, voor mijn mama was dat precies allemaal zo spelerij of zo. Ja. Yeah. Ja, ze heeft er nooit over moeten nadenken. Ze had niet door hoe zwaar dat was voor u. Ja, niet per se van zwaar, maar gewoon zo dat alien-gevoel. Echt zo van ik heb niemand om erover te hebben, weet je. Mijn other siblings zijn broers. Er zit een supergroot leeftijdsverschil tussen. Dus die waren ook met volledig andere dingen bezig. Dus dat is, ja... You know, growing up a girl is difficult sometimes, man. Ja, en kon je daar een beetje over praten met je vader of helemaal niet? Och, mijn vader was ook heel hard in die survival mode. En ja, die was wel heel hard. On all his kids, altijd geweest. En het was altijd van, ja, als je iets wilt bereiken in je leven, je moet ervoor afzien. It's a white man's world, past op. Allee, die was ook heel overbeschermend, maar die was dan vooral meer zo van, zet geen dingen op dat internet dat ze later tegen u gaan kunnen gebruiken voor uw job, want uw werkgever moet u maar googlen, dit en dat. Dus dan was hij er zo mega anti tegen al die stappen dat ik zo aan het zetten was, finding my way. Maar nu ik ben 30 plus, ik heb mijn naam gemaakt in mijn little niche. He knows I'm fine. En nu is hij er zo veel chiller over. Omdat hij zo weet van, voor haar moet ik niet stressen. Like, she'll be fine. She'll figure it out. She'll get the bag. It's fine. Maar ja, growing up was hij wel zo heel, don't do that. Ja. Yeah. Heb je ook echt gerebelleerd tegen je ouders op een moment? Ik ben heel jong thuis vertrokken. Ik zal het gewoon zo. Ja. Ik zal het gewoon zo omkaderen. I was out. The moment dat ik hem wegzag, I was out. No way in hell dat ik daar ging blijven. En niet per se van slechte thuis of zo. Want zo materialistisch gezien had ik alles. Ja. Zo, ik kon meedoen met de visa papa op mijn witte school in Brasschaat in de fucking Scapa en de Tommy Hilfiger. En ik reed paard en ik zat op muziekschool. En nu dat ik al mijn ex-boyfriends zijn nu aan het kijken, zo, wow, yeah. Maar... The full white girl experience. The full white girl experience, honey. Call me Hannah Montana, ik was daar. Maar ja... Allee, dat is fijn dat je kunt meedoen, but at the end of the day... kende ik wel veel mensen, maar ik niet echt een klik. En was ik nog altijd wel gewoon een makak in hun ogen. En was ik wel gewoon dochter van. En ja, dat is een pony tof, maar weet je voelde je niet geaccepteerd in je school of in je vriendenkringen of zo? In mijn school totaal niet. Ik had niet echt een vriendenkring. Ik had people I was cool with. Ja. Because I was funny. En dan hadden ze zo'n paar skaters die mijn pa dan de grave gast vonden. Maar voor de rest zo... Ja, ik was niet echt zo popi-opi of zo. Ja. Ja. En toen dat je vertrokken bent, heb je dan je eigen tribe kunnen vinden? Of hoe is dat dan gelopen? Wat ik heel fijn vond toen ik dan thuis ben vertrokken. Ik ben dan ook van school veranderd, dus ik ben... vanaf mijn 14 naar CISA, naar KSO gegaan, in het midden van de stad. En heel veel tieners toen, zo in Brasschaat, waren altijd zo van... Oké, het moest nog graver en kijk naar mij wat ik heb. En ik moest echt zo van... Ik ben Haantje de Voorst en ik ben speciaal. En ik kwam daar op een stadsschool. En ik had zoiets van... Oh my god, I blend the fuck in. Niemand ziet mij. Yes, I love this. En dat was echt zo... Going under the radar. Want je zat plots mee... Mixed kids, Moroccan kids, Tunisian girls, black girls, Asian girls. En zo zit ik ervan,
We zijn allemaal... En dat was dan echt zo... Begin 2000s. Iedereen zette dan al zijn fucking vlagjes in zijn bio. Want we waren allemaal super proud over onze heritage. En ik zo... What is this? I fucking love this. Yeah. En dan was dat zo van... Ah, je bent mixed met dat en dat en dat. Oké, ik had het niet gezegd, maar ik had wel gezien dat je mixed was. Yeah. En dan is het van, oké. Je vond erkenning. I'm seen. Yeah. Maar ook echt niet, ook zo'n beetje under the radar. Dus dat was chill. En zijn er mensen die jou niet als POC zien, die jou echt als wit zien? 4 jaar geleden of zo, in een YouTube-comment. Ja. Yeah. Dus dat was zo van, ah, wait, moba. Zo van, no, I'm not. Maar... Ja, maar voor de rest was het wel altijd zo van... Jij bent niet Belg-Belg, hè? Ja, 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 ja. En dan is dat zo van... Ja, toch... Ja, zo van... Ah, waar zit je? Ah ja, van Antwerpen. Nee, maar waar zit je echt? En dan zo, ik ben Belg. Nee, maar zit jij Belg-Belg? En dan zo... Ja, ja, en dan moeten zo heel die uitleg doen. En dan is dat in mei dan zo een verhaal dat 10 minuten duurt. En dan is dat van... Ah... Tje, dat had ik niet gezegd. Zeg, zwaar, vind jij nu dat die lijkt op? En dan wordt er zo iemand bijgehaald. En dan wordt dat zo'n ding. En ik zo... Ja, nee, bro, deze gaan we niet doen. Zo die hele periode dat je dan zo met die foto van je ouders zo klaar hebt op je telefoon. Want van, nee, nee, maar bewijs. Zie, zie het niet? Like, I look like my parents who had a baby. Zo, nee? Oké. Okay. Ja. Ja, als mixed kind kun je ook echt... Alle kanten op. Allee, het resultaat, als je baby wordt geboren, is echt zo van... Surprise! Ja, ja, ja. Het is echt all different shades. Ik zie dat ook zo met mijn neefjes en mijn nichtjes. In mijn familie is er ook een beetje een sport. Ik zie altijd voor te lachen. Maak een baby met iets dat we nog niet hebben. En letterlijk, alle neefjes en nichtjes zijn gewoon different shade of beige en brown en black en... It's amazing, maar zelfs als die uit dezelfde set hours komen, zit er soms een mega shade verschil in. En yo, that's how it works, man. Yeah. Hebben jullie allemaal niet opgelet tijdens biologie of zo? Like, it's a thing. Je werkt dus nu als make-up artist, onder andere. Heeft jouw achtergrond en jouw identiteit een grote rol daarin? Speelt dat voor jou een grote rol in de manier waarop dat je in je job met mensen omgaat? Of je visie of je strategie voor jezelf? Goh, ik denk onbewust wel. Ik ben al niet fan van de hele full-on, high-coverage Instagram make-up popularized by the Kardashians. Mm-hmm. Dat is niet mijn vibe. Ik ben ook semi-anti contouring your nose. Omdat ik zoiets heb van the reason why. Van oké, stel een belangrijke fotoshoot of een videoshoot en... Like, you have a bump or it's crooked of whatever and you want to be less self-conscious about it, fine. Maar zo dat contour to go more to Eurocentric standards, zo nee. Yeah. Dat hoeft echt niet. En dat is iets dat ik zelf super lang heb gedaan op mijn eigen face, omdat ik zo vond van... Ah, I'm mixed and people keep saying dat ik er niet uitzie zoals ik er zou moeten uitzien zoals mijn mix. Want ik heb geen volle lippen, maar ik heb wel een brede neus. En mijn ogen zijn te klein in verhouding. Dus ik was altijd zo super conscious about my face. Van, als ik die proporties gewoon iets aanpas, dan klopt het. Yeah. Dus dan, er zijn echt fantastische foto's van mij in 2012. Met een volledig overdrawn bovenlip. Dat je echt denkt, schat, ik heb ze dan toen. Met die rechte deep brows, afschuwelijk. Met dan zo'n gecontourde neus. En dat ik echt denk van, ja, nee, dat is echt wel niet meer de vibe. Ja. Gewoon wel niet meer doen. Dus ja. Ja, dat is nu wel echt erg. Nee, zoals dat gezegd, ik snap wel dat je je gezicht wilt enhancen en zo. En iedereen wil er graag mooi uitzien op foto. Maar nu is er ook echt een bepaalde... type gezicht dat zo in de mode is, met volle lippen. Ja, het is called Instagram face. Hè? Ja. De New York Times heeft er een heel interessant artikel over gedaan, omdat het algoritme is zo getraind op wat dat mensen aantrekkelijk vinden, dat dat echt zo'n mishmash is van different cultures. Dus het is zo de meer Eastern eyebrows, het is meer amandelvorig gezicht, het is high cheekbones, het is volle lippen, maar het is een Eurocentric nose. Yeah. Dus they're pushing this whole racially ambiguous model, omdat dat dan vanuit al hun gebruikers, algoritmisch gewijs, dan de, hoe zeg je dat, gemiddelde zou moeten zijn. Maar ja, now we have a bunch of white girls who look racially ambiguous. Yeah. En worden mensen gelijk kick in vraag gesteld van... Yeah. Want dat is echt sinds de laatste jaren. Ik heb nog nooit een term white passing gehoord sinds de laatste 3 jaar. Yeah. Ik zeg white of passing sinds dat. Ik weet, God heeft humor, ik geef licht in het donker. I'm aware. Maar
I'm not white passing. Yeah, zo, fuck yeah. You. Zo, nee. Je gaat hem niet met heel mijn jeugd met fucking makak noemen en dan nu zeggen, ja, you're white passing. Stik. Stik alsjeblieft. Nee. Want dan, dat voelt zo very invalidating over yeah, zo al hetgeen dat je hebt meegemaakt in je jeugd. Ja. Yeah. Dus dat is zo, na. Jullie hadden mij er heel snel uitgesniperd. Nee, nu niet afkomen. Maar je moet wel aware zijn dat in the grand scheme of things en colorism en privilege, dat u en mijn experience of being POC in België, dat volledig anders is dan iemand die echt dark skin is of zo. Sowieso. Dus je moet wel, het is geen trauma porn wedstrijd of zo, maar je moet wel aware zijn dat if you look certain ways, of dat je dichter bij een bepaald op dat moment ideaalbeeld komt, dat je weet dat je, dat je gewoon meer privileges hebt. Sowieso. Maar eigenlijk vind ik dat wel cool dat je als make-up artiest eigenlijk je job gebruikt op een bijna een activistische manier. Om te zeggen van, die Eurocentric nose doe ik niet. Blackfishing, al die dingen. Ja, maar dat is meer gewoon omdat ik zo... Ja, ik haal mijn nichtje echt heel vaak als voorbeeld aan, maar als ik zo zie hoe onzeker ik was op mezelf, op haar leeftijd, en als ik zie hoe confident dat zij eigenlijk nu al is, dan denk ik van, I'm doing something right. Yeah. Gewoon omdat ik zoiets heb van, ze zien mij op mijn socials, ze zien al mijn POC-vriendinnen op socials, en ze zien gewoon van, maar die zit in een serie, die zit daar, die is daar toen, en natural hair out, comfortable, dit, dat. Ze is ook helemaal niet bezig met make-up of haar face of whatever, dus dan denk ik van, oké, goed. Toch een beetje tegenwicht tegen heel de filtermania. Ja, en zichzelf ook gewoon kunnen aanvaarden zoals dat je zei het. En niet, ik vind dat heel erg als je zegt van, ik dacht dat er iets mis was met mijn gezicht of zo. Dat is zo... Ja, maar je denkt van, ik ben niet proportionate. Maar dat is zoiets van, nee, je zegt gewoon niet Eurocentric. Ja. Maar, dus, allee. There is nothing wrong with that. Ja, exact dat. Ik had een paar weken geleden een story gemaakt. Ik post heel vaak, als ik zo moe ben, zo lelijke stories met dan zo echt van die Miss Random filters. En ik had zo'n filter gepost en ik was gewoon eigenlijk een beetje aan het ranten van, yo, de filtermakers, ik wil gewoon die extra lashes en ik wil gewoon die walletjes van weg. Zo stop met die fucking neus dunner te zetten, want dit is bij mij breed, dus dat was dan echt zo een rare witte streep dan hier. Dus je zag echt dat die filter zo niet matcht op mijn neus en ik zo, oké, filtermakers, gewoon een beetje minder wallen. Beetje meer lashes, that's all we want. En dan some bunny ears en some dollar tekens. Yeah. Stop! Playboy bunny, stop! Maar stop met die neus of zo, die bovenlip zo te... Ja, ja, ja. En dan denk ik van, oh my god, maar dat was wel de shit dat ik aan toen was toen ik... Ja. 17, 18, 19, toen when I was getting into make-up. Dat was wel de shit dat ik aan toen was met mijn face. Ja, maar dat geeft ook de boodschap aan vrouwen dan dat hun gezicht, zoals het is, niet aanvaardbaar is en dat de filter dat eigenlijk de norm is. Mm-hmm. En je kunt die dan op den duur ook niet meer zien zonder filter. Ja, het is wel een dubbele. En dan ook zo met heel de body types that are getting back in trend. En we zijn terug aan het cyclen. En de BBL's zijn terug uit. En we gaan terug naar hard bodies. En ik zo... Oh. Dat is fijn. Ik kan mijn kont niet aan en uit doen. Maar oké, good for you. Good for you that you can. Ja. Yeah. Ja. Want je zei ook dat je mama zo heel klein en zo is. Ja, mijn moeder is echt... Allee, mijn moeder is wel curvy, maar die is wel... Allee, curvy in de zin van... Die heeft wel heupen en wel kont en zo, maar die is wel slank. Ja, ja. Die is echt heel haar leven gewoon... Maatje 36 geweest. Slank gewoon. En hoe is jouw relatie nu met je ouders dan? We coexist, ik zal het zo zeggen. Er zijn bepaalde dingen waarvan ik weet van, oké, daar gaan we nooit eye to eye over zien. Dus is dat die discussie dan nog wel waard? Maar ja, ik heb niet zo een super close. Ik ga niet elke zondag pistoletjes eten bij mijn ouders bijvoorbeeld. Allee, weet je, dat is nu ook zo'n heel flamant voorbeeld. Maar dat is gewoon, allee. Ja. Gewoon omdat je eigenlijk... redelijk mondig bent. Redelijk. Dus ik heb iets van... Moet je jezelf dan dempen in hun bijzijn? Of zijn zij misschien meer mee met zo al die shit? Mijn pa is sowieso al een heel koud persoon. Mm-hmm. Een very emotional, unavailable type of person. Ook gewoon door al de shit dat hij heeft meegemaakt. En... Ja, we found a way in een zin van... Ik leef mijn leven, hij leeft zijn leven. En
happy birthday, happy new year. En af en toe, dan belt hij mij zoiets van, yeah, you were wondering through my mind. I do, it's been 6 months, but cool. Yeah. Fine. Nee, ik was onlangs wel, ben ik met hem gaan wandelen. First time in like years dat ik hem nog had gezien. En ja, ik denk dat zo, ik denk we good. Ik denk zo, alles is gezegd geweest wat gezegd moest zijn of zo. En ik merk wel dat hij wel zo'n soort van rust heeft gevonden in de zin dat hij zo weet van, okay, she's got it. Zo van, ik ben niet akkoord met 80% of the shit that she's doing, maar... Het is jouw leven. Ja. Allee, ik denk dat hem nu wel zoiets heeft van, okay, she's making a difference or she's doing a thing. Of al die shit dat ik met mijn groot bakjes heb gezegd when I left home, like, fuck you, ik ga deze. Like, I went out there and I did it. Dus hij kan niet zo, I told you so. Told you so. Dus dat is hoe. En ja, ik heb mijn mama's, man, I love her to death, maar op sommige dingen zien we echt niet eye to eye. En, En zijn je nu wel volledig in je identiteit gegroeid? Of heb je nog zaken waar dat je mee worstelt? Goh, worstelen is een groot woord, maar... Nee, ja, er zijn wel veel dingen waar ik over nadenk. Zo, growing up, want oké, er komen meer platformen als dit, en meer podcasts, en dan wordt er heel vaak die vraag gesteld over van, oké, de multiracial part of you, van, oké, hoe heb je geïdentificeerd, hoe was dat voor op te groeien, dit en dat. En ik merk wel, when I was growing up in a super white environment, dat wel heel hard was, mijn identiteit was heel hard van, ik ben niet wit genoeg. Mm. En daarom mag ik niet bij hun. Want ik ben niet wit genoeg. En dat was niet zo van, want ik ben mixed en dat is gewoon. Dus de eerste soort van conceptualizing of oké, ik ben mixed of ik ben POC was heel erg van, ik ben non-white. Ja, voilà, ja. Dus dat is wel zo, I don't know. Dus dat zijn wel zo dingen dat ik denk van, daar had ik misschien als baby Gladys misschien iets meer baat bij gehad als mijn pa bijvoorbeeld iets meer open was of mij iets meer in de community had geduwd of zo. Want mijn pa heeft, ik noem dat zo de migrantentrots, maar hij was echt zo van, oké, ik ben hier gekomen met niks, let's prove these motherfuckers wrong, ik ga hier een huis bouwen in de meest witte buurt dat ik mij maar kan voorstellen, ik ga mijn kind hier het meest witte geprivilegeerde leven geven dat maar kan, want hey, they always say we couldn't do it, fuck them, en dan denk ik van, oké, maar je bent hier nog altijd aan bewijzen aan witte mensen. En uw ideaalbeeld van succes is nog altijd wat een witte man succesvol maakt. En ik heb zoiets van, maar dat is niet witte man Gladys. Zo van, ik ben er niet mee bezig. Dus dat zijn wel zo dingen dat ik zo merk van, daar had ik misschien als kind iets meer baat bij gehad. Als ik dan inderdaad meer representatie had gezien of zo iets meer in touch had kunnen zijn met mij. Dat iemand u had kunnen voorbereiden of weg kunnen wijzen of zo. Ik heb echt wel heel veel shit had to figure out on my own. En ik heb ook heel veel shit moeten unlearnen. Want dan, again, multiracial chick, you start dating. Oh, wow, so you're like the best of every girl. Put in one culture in one girl. Oh my god, je zult wel spicy zijn. Zo dat zuiderste temperament. Oh ja, exotisch. En ik is zo van, oh my god, validation. Maar eigenlijk zo rot op. Ik zo rot op met fucking exotisme. Maar dat is ook normaal op die leeftijd. Zeker als je die reinforcement niet hebt gekregen van je ouders. Of van ergens, van je omgeving, dat je dan het eerste compliment gewoon vastpakt. So take it and run with it. Ja, maar echt, ik heb dat ook gedaan. Hè. Ik werd heel mijn jeugd gepest omdat ik een dikke kont had. Mm-hmm. Omdat het toen... Het was dit. Maar het is echt pas... Ik denk toen ik 18 of 19 was, dat ik een keer een one night stand had gehad met iemand. En dat hij zei, maar je hebt een zotte kont, ik ga daar goed. Ik zo bless die one night stand. En ik dacht, wait, what? Er zijn mensen die dat leuk vinden. En vanaf dat moment, I ran with it. Eigenlijk besef ik nu ook, dat is ook een vorm van exotisme en zo. Mm-hmm. En dat is niet helemaal kosher, maar... Nee, kosher zeker niet. Maar op dat moment heb je dat wel nodig, denk ik, als tussenstap om jezelf te accepteren. En om je mooiheid, je schoonheid te kunnen zien ook. En niet altijd
refereren naar die witte, blonde, met blauwe ogen en zo ideaal. Dat we dus nooit gaan zijn. Ja, nee, duidelijk niet. Nee, maar ik dacht heel mijn jeugd wel van, daar moet ik naar strijven. En dan als ik een hele dag niet moet eten om daar te geraken, dan moet ik dat doen. Dat is mijn plicht. Waar ik ook heel veel over nadenk, is van, oké, dus ik ben groot, ik ben curvy, we zijn allemaal op onze Megan Thee Stallion shit, allemaal heel tof, love it, feeling represented. Maar dat is nog altijd very sexualized. Ja, tuurlijk. En dan heb ik zoiets van, ja, maar nee, we willen geen planks, we willen meer cushion for the pushing en heel die fucking boot. Maar ik zit van, oké, maar dan moet ik daar weer soort van mijn validatie halen by the fact if you're attracted to me, yes or no. En zijn er bij uw exen van kleur dan ook bepaalde problematische dingen? Of is dat dan off the table? At this point, throw them all under the bus. I know the answer. Nee. Ik ben met één guy geweest. Afrikaanse jongen. Just started dating, whatever. Was op zich gewoon just casual dating. Dat is niet een ex als iemand. Ik ben er zo lang mee samen geweest. Gewoon een guy. I went on a couple of dates which I dated. And also hitting it off. Thought it was very pretty. Like validating me. Allemaal goed en wel. En dan zit je zo die track record. En dan zo, it's a bunch of white girls. Or mixed girls who are like my shade. And nobody's darker. Yeah. Maar jij bent wel een trotse Afrikaan. And you're hella dark skin. Maar je wilt dat wel zo, ja, dat is zo die internalized. Ja. Anti-blackness of zo. Zo. Mijn pa heeft dat ook. Allee, die zegt dat ook altijd van, ik vond dat als kind bijvoorbeeld altijd moeilijk, omdat ja, alles was precies een question, mijn ethnicity of zo. En ik had zoiets van, oké, misschien als ik gewoon zo twee shades darker was, dan had ik zo gewoon al de helft van dat gezag. Ja. Al niet meer. En mijn pa zei altijd van, nee, maar dat is een blessing dat je zo licht bent. Dat is een blessing, dat gaat je echt vooruit helpen in je leven. Dus heeft dat ook zo internalized. Ik vind dat echt zo super erg, dat je dat ooit zou zeggen tegen je kind. Mijn vader heeft dat ook tegen ons gezegd. Ja. Je hebt chance dat je er wit uitziet. Ja, zo, dat gaat je verder helpen. Ja. En je denkt dat heel je leven, zo, ah, ik ben dankbaar. Alsof dat er iets mis is met mijn donkere huidskleur. Maar ja, dat dringt echt binnen. Gladys, we gaan afsluiten met een spelletje. Ik ga je 5 zinnen geven waarop je met een emoji moet reageren. Dus je moet die emoji omschrijven. Okay. Je mocht elke emoji maar 1 keer gebruiken. Oei. Dus gebruik ze spaarzaam. Spaarzaam, oké. Okay. Eerste zin is, woke is de grootste bedreiging op de democratie. Laughing emoji. Full shit. Wie heeft dat gezegd? Deze of deze? Die schuimwaarts. Zo van, nah bro, you full of shit. Het zijn allemaal gebaseerd op de realiteit, hè? Ah, ja. Yeah. Oh. Of course. Okay. Witte mensen met dreadlocks. Zo die ene zonder smaal, die zo. Derde. En wel, als persoon van kleur weet ik wel hoe dat je je voelt, want ik ben zelf homo. Echt zo daar zo. Intersectionality is a thing. Deze, die met die oogstjes zo van. Zo, en ja, die. Woorden zijn minder belangrijk dan intentie. Welke racistische zin hebben ze ervoor gezegd? Wat is zo die excuus? Is er een zucht-emoji dan de zucht-emoji? Ja. Dat is zo die naar boven kijkt, zo eye roll. Ja, doe maar die. Eye roll. En laatste, witte mensen die de kleur van hun emojis veranderen wanneer ze bruinen. Die kots-emoji, alsjeblieft. Echt. Stop ermee. Ja, I know. Echt zo dat. Zo, je bent niet de op één na donkerste emoji omdat je even 3 weken naar Bali bent geweest. No, you're not. It's not meant for you. Oké, Gladys, dat was het. Merci om hier te zijn. Graag gedaan. Voor het grappig gesprek. Tot de volgende. Ciao. Peace out. Doei.